maandagavond, een half uur voor de start van de zevende profronde. Ik denk wel dat ik weet voor wie hij komt, supporter, vandaag. Tom Boon. Is het de eerste keer nu dat je hem gaat zien of heb je hem nogal eens gezien? Ja, veel keer al. In de E3-prijs Harelbeke. En in 2009 hier. We staan hier omdat mijn zoon meedoet natuurlijk. Hè? Ja. En van wie heb je die bloemen gekregen dan? Van mijn zoon natuurlijk, ja. Om zijn mama te bedanken? Ja. Ja, dat is gewoon gezellig zo, dat doe ik nog. Overal wel veel volk langs het parcours. Dat is wel plezant. Het heeft zijn charme, een beetje de kermis er rond. Dat volk, die kraampjes, straks het donker met het licht en al die kleine kinderen die komen kijken, dat is toch speciaal. Het is voor die man dat jij gekomen bent. Ja, ja. Ik vind hem gewoon een fantastische renner en ik hoop natuurlijk dat hij wint. After the tour, I been in the home for now, because I did some circuit here in Holland, Belgium. And after I did Olympic Games and I am here. Van wie wil je het liefst een handtekening? Van Tom Boon. Heb je hem ook nog iets gevraagd of zo? Ja, hoe het naar zijn grip was. En? Goed. Hij gaat winnen? Ja. Bijna 8 uur. De zon begint aan zijn ondergang. De renners aan hun criterium. We waren eigenlijk een beetje zenuwachtig met heel de groep, want het is het eerste jaar dat we zo'n uitgebreid programma hebben. Dus we zijn al begonnen om 3 uur met de eerste wedstrijd. En ik moet zeggen, eigenlijk is alles vlekkeloos in elkaar gelopen. Op een paar ongelukjes na, maar had te maken met de weersomstandigheden. Dat kan je jammer genoeg niet regelen. Hè. Iedereen volgt de koers op zijn manier. Mijn zoon die is anders valide en dan krijg je dus een speciale plaats. En dat doen ze in Lommel bij alle activiteiten, dat dus de gehandicapten en de anders valide dus een aparte plaats krijgen. Ga je vaak naar de koers kijken? Dit jaar nog niet, dat het te ver is. Hè. Als het dichterbij is wel, hè. Maar ver niet meer. En vindt u het dan niet jammer dat je hem alleen maar ziet voorbij flitsen hier? Dat vind ik heel erg, heel erg. Want wij zien hem nog heel weinig, hè, want hij is altijd weg. Hè. Ah, ja, hij gaat zijn neus al aan het venster steken. Hoeveel rondjes rijden ze? 42. Dat is wel veel, dan heb je veel werk. Ja, dat is heel veel organisatie. Dat zijn bij alles samen 250 medewerkers. Ik denk dat je nu weer werk hebt, hè, want er komen weer renners aan. Hè. Ja. Bedankt. Hè. Hoe is het om hier de koers te volgen bij de VIP's? Oh, ik vind dat zalig. Ik doe dat ieder jaar. Als het weer goed zit, is het helemaal goed. Hè? Het is al donker wanneer de profronde zijn winnaar kent. Volgend jaar een nieuwe afspraak in Lommel.